En wie werkt er in de nacht? Taxichauffeurs, verpleegkundigen, mensen in de continu, agenten, havenwerkers. Iemand moet het doen. Nachtwerk. Ja, ik ben ook de klos. Alfred Blokhuizen. Heel veel lekkere muziek. En ik praat met mensen over het nieuws dat hen persoonlijk raakt. Niet slapen, werken. Nachtwerk. Zondagavond na 12 hier op Radio Rijnmond. Nachtwerk. Nachtwerk met Alfred Blokhuizen. Ben je aan het werk of ben je nog wakker? De Fietsersbond Lansingerland bracht haar nieuwsbrief uit en daar staan wel een paar opvallende dingen in. Bijvoorbeeld dat iemand afscheid neemt, Kees van der Knaap, na 8 jaar lang coördinatorschap bij de Fietsersbond. Geweldig, wat een tijd. En veel meer leuke dingen over de Fietsersbond. Daarom reden voor een gesprek met Ton van den Berg, voorzitter van de Fietsersbond Lansingerland. Ik heb hem nu aan de telefoon. Welkom bij Radio Rijnmond. Dank u voor uw uitnodiging. Wat is de Fietsersbond voor een bond? De Fietsersbond afdeling Lansingerland is een onderdeel van de Landelijke Fietsersbond, die dus de belangen behartigt van de fietsers uiteraard binnen heel Nederland. En wij als afdeling Lansingerland behartigen de belangen binnen ons werkgebied, namelijk Lansingerland, om zo goed mogelijke voorzieningen te treffen voor de fietsers. En wat houdt dat werk dan in? Het werk houdt in dat wij dus veel contacten onderhouden met de wegbeheerders. En dit zijn dus in dit geval de gemeente Lansingerland, de provincie Zuid-Holland, die dus wegen hebben die binnen ons gebied lopen. En daarbij bekijken we of alle fietspaden goed zijn, dat er geen gevaarlijke situaties zich voordoen. En eventueel bij wegomleidingen gaan wij in overleg met de wegbeheerder om te kijken van om een zo optimale mogelijke wegomleiding ook voor fietsers te creëren. Bereikt u veel met uw werk? Ja, wij hebben een goed overleg met de gemeente Lansingerland. En we werken daar goed samen met ambtenaren die daar overgaan. Via de politiek hebben we goede ingangen, zowel met de raadsleden, maar ook de verantwoordelijke wethouder, de heer De Papen. Ja, je zou soms denken, de auto heeft altijd voorrang overal. En daarom is het ook van belang dat er een fietsersbond is. Het is natuurlijk niet helemaal waar wat u zegt dat de auto overal voorrang heeft. Want op de rotondes binnen de gemeente Lansingerland hebben de fietsers dus overal voorrang. En u ziet op steeds meer plaatsen als er fietsers dus de weg moeten oversteken, dat zij daar dan bij voorrang hebben. En dan praat ik over geen straten die dus een verbinding hebben met de buitenkant van, als het ware, van Lansingerland, maar gewoon binnen de gemeente zelf. Kost het nou veel tijd om bij de Fietsersbond actief te zijn? Of dat veel tijd kost? Ja. Je kan er zoveel tijd insteken als je zelf wil. Ik ben dus zelf voorzitter van de afdeling Lansingerland en ik besteed daar toch wel minimaal ongeveer één dag per week aan. En dat alleen voor Lansingerland dus? Ja, uiteraard. Ja, alleen voor Lansingerland doen we dat. Maar we werken wel samen met de afdelingen ook buiten onze gemeente. Namelijk met Rotterdam, Pijnakkernoodorp, eigenlijk onze omliggende afdelingen waar wij dus aan grenzen. Ja. En we hebben natuurlijk ook overleg met de provincie Zuid-Holland en ook met de Landelijke Fietsersbond. Nu neemt u afscheid deze dagen van Kees van der Knaap. Hoe lang... Ja. Heeft hij voor de Fietsersbond zichzelf ingespannen? Hij heeft ruim 8 jaar is hij bezig geweest voor de Fietsersbond. En wat was zijn taak? Zijn taak was coördinatorschap in Bleiswijk. Mm-hmm. En hij hield dus gewoon allerlei zaken in Bleiswijk in de gaten. We hebben die taken namelijk verdeeld over Berkel, Bergzoek en Bleiswijk. Ja. Is het een groot gemis dat hij weggaat? Natuurlijk, het is altijd een gemis als iemand weggaat, want hij heeft toch zich altijd jarenlang ingezet. Maar gelukkig hebben we een kandidaat die hem wil opvolgen. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de Fietsersbond? Nou, de mensen kunnen de informatie vinden op de website van de Fietsersbond. En daarop is ook een link aanwezig die dus verwijst naar de afdeling Lansingerland. Goed, ik wens u heel veel succes met uw mooie werk. En alle informatie zetten we ook nog even op de site van RTV Rijnmond, zodat het makkelijk te vinden is. Dank voor het gesprek. Graag gedaan.